Van Halsteren naar Hola in Kenia, aflevering nummer 41 van Erwin Akker. Een huisboy en een kindermeisje. We hebben op het ogenblik een huisboy die nergens met zijn vingers af kan blijven. Dat is een ware ellende, want je weet vandaag niet wat je morgen nog hebt. Dat hij bij zijn vingervlugheid ook nog een duidelijk onderscheid weet te maken tussen wat lekker is en wat niet smaakt, maakt het alleen nog maar erger. We hebben gewoonlijk altijd een aardig drankvoorraadje in de kast staan. Niet dat we zelf iedere avond aan de fles hangen, maar in een gebied als dit, waar je nooit weet wanneer de wegen bereikbaar zijn, moet je wel wat voorraad hebben. Enige tijd geleden hadden we een fles cognac opengebroken voor een bescheiden borreltje. Toen we een paar dagen later weer een neutje wilden nemen, bleek de fles een heel eind gezakt te zijn. Uit een gekheidje zeiden we tegen Corrie, jij zit toch overdag niet te proeven? Ze ontkende natuurlijk heftig. We hebben onze huisboy toen maar eens op de proef gesteld. We zetten 3 flessen aangebroken in de kast en merkten op het etiket precies de inhoud. Dat was toen we een dag of wat naar Malindi gingen. Toen we thuis kwamen en nieuwsgierig controleerden, bleek het dat we inderdaad een stille drinker in huis hadden. En niet zomaar een beetje ook. Om heel de fles leeg te drinken had hij wel wat te bar gevonden, maar toch in iedere fles zat niet eens een volle borrel meer. Eerst ontkende hij heftig. Hij lustte die rotzooi niet, beweerde hij. Hij werd er al misselijk van, als hij er nog maar aan rook. Ja, ja, zeiden we nijdig. Dat zullen we dan wel eens uit gaan zoeken, of dat zo is, bij de politie. Toen zag hij wel in dat het menens werd, en hij gaf toe. Maar met de hand op zijn hart, hij wist echt niet hoe hij toe was gekomen. Want zoiets, dat had hij nog nooit gedaan. Hij zou het nooit meer doen, heel zijn leven niet. En of we er nu alsjeblieft niet meer over wilden praten. We zullen erover zwijgen, zeiden we, maar je zal wel de drank terug moeten betalen. En nou gisteren waren we ineens een hele fles rum kwijt, een onaangebroken fles, zo uit de provisiekast. Nu hadden we toevallig maar 1 fles van dat goedje, dus er was geen vergissing mogelijk. Hoe kan ik nou bij de drank, beweerde hij verontwaardigd, de deur van de kast is toch altijd op slot? Toen we hem stevig gedreigd hadden met de politie en minstens 7 maanden achter slot en grendel en nog wat stokslagen op de koop toe, begon hij te aarzelen. Hij beefde als een rietje. Ja, hij had het gedaan, terwijl wij even op de veranda zaten. Nu had hij pech gehad, want rum lustte hij helemaal niet. Hij had eraan geroken en een klein beetje geproefd, maar het was rotzooi. Waar heb je dan de fles gelaten, vroegen we. En die had hij in de plee gegooid. Dan ga je hem er maar uitvissen, zei Corrie, terwijl we moeite hadden om ons lachen in te houden. Maar dat is verschrikkelijk, mevrouw, zei hij, terwijl hij zo'n ontzaglijk vies gezicht trok, dat we het bijna uitproesten. Nu zit hij weer in de afbetaling van de drank. Hij kan net zo een beetje aan de gang blijven op deze manier. Maar toen we hem toch eenmaal onder handen hadden, hebben we hem meteen ook maar verder uitgehoord over andere vergrijpen. En dat waren er toch nogal heel wat. En helemaal achterlijk was hij niet, want als hij de voorraadkast moest dweilen, liet hij in het vuile water, in de emmer, vlug wat blikjes met corned beef zakken of blikjes vis, boter of groenten. En in dat smerige, donkere water kon je natuurlijk geen bliksem zien. Nu doen we alles tegenwoordig maar angstvallig op slot, want anders krabbelen we vandaag of morgen volledig op de bodem van onze voorraadkast. Je zou al vlug de neiging hebben om zo'n knaapje te ontslaan, maar dan zijn de moeilijkheden ook niet van de lucht. Als je eenmaal een knaap hebt die het een beetje kan, dan moet je er hier vooral, nu het zo heet wordt, verrekte blij mee zijn. De jongen die we nu nodig hebben heeft een aardig gevoel voor koken en dat is heel wat waard. In het begin mocht niemand van Corrie het eten aanraken, alleen zijzelf. Maar gelukkig is ze nu al een beetje verstandiger geworden. Om 11:00 komt die jongen vragen wat we vandaag willen eten. Corrie geeft hem de benodigdheden en houdt zo af en toe een oogje in het zeil. En om 1:00 komt het eten kant en klaar op tafel. De smaak is over het algemeen voortreffelijk en je wordt er hier natuurlijk wel erg door verwend.
Als we gegeten hebben, sta je van tafel op en laat je in een gemakkelijke stoel vallen. Je steekt een sigaretje op en even later komt de boy met zijn dienblad om de vuile vaat te halen. En na een half uurtje komt het hele spul weer keurig schoon naar binnen. En het wordt netjes op zijn plaats gezet. Ja, wat wil je nog meer? Een luxe. Het kindermeisje dat we tegenwoordig hebben is ook van een redelijk gehalte. Zo nu en dan moeten we wel eens heel lelijk doen, maar dan loopt ze voor een poosje weer aardig in de pas. En dit hebben we geleerd van de mensen die hier wonen. Je moet er menselijk mee omgaan, maar vooral niet het minste greintje van te veel vriendelijkheid tonen of ze denken dat ze op jouw stoel kunnen gaan zitten. Corrie heeft haar vorige keer een ontslagen, die werd zo verschrikkelijk brutaal dat hij vroeg of Corrie hem met meneer aan wilde spreken en vooral niet zo tegen hem moest schreeuwen. En dat hij het beu was om alsmaar orders van haar aan te nemen. Hij zei dat toevallig toen ze in een niet zo beste bui was. En onmiddellijk vloog hij de straat op. Om de tijd te overbruggen hebben we toen een arbeider van mij in huis gehad. Maar daar krijg je waarlijk grijs haar van. En ga je het personeel te veel prijzen, dan komen ze onherroepelijk na een paar dagen om loonsverhoging. Ze werken op zijn best wanneer je op zijn tijd even buldert. Net als die keer toen we onverwacht van een autoritje thuiskwamen en we zowel de meid als de boy in ons eigen bed aantroffen. Alles wat we toen aan vloeken bij elkaar konden bedenken hebben we gespuit, maar ze stonden er slechts bij te grinniken. En tegenwoordig is dus ook de deur van de slaapkamer op slot. Dank u, schrijfkant.